De Consumentenbond doet regelmatig smaaktesten. Deze smaaktesten vinden plaats in een speciaal laboratorium. Smaken verschillen eigenlijk helemaal niet zo gek veel. Wat verschilt is de waardering. We zijn in de keukens waar in principe de producten worden voorbereid en bereid. We nodigen consumenten uit bij ons te komen. Dan bieden we ze 3, 4, 5 producten aan in meestal een uur. En die worden dan door die consumenten geproefd en beoordeeld op een vragenlijst. In deze smaaktest van erwtensoep proeven de testpanels 16 merken erwtensoep. De soepen worden in het lab opgewarmd en in kommen gedaan. Alle soepen worden opgediend met dezelfde temperatuur. Natuurlijk weten de proevers niet welk merk soep ze proeven. De mensen in het panel zijn gewone doorsnee consumenten. Ze zijn dus niet speciaal getraind om smaaktesten te doen. In dit geval ziet de soep er op zich goed uit. Alleen vind ik de kleur een beetje aan de lichte kant. Eerst proef ik dat de soep nogal een beetje aan de zoute kant is. Het smaakt ook erg naar bouillon. Overwegend de erwten die zijn eigenlijk niet echt proefbaar, dus het is eigenlijk heel weinig. De smaak van de worst die bepaal ik. Nou, het is ook niet heel erg overheersend in de soep. Ja, waarschijnlijk zou dit wel een soep zijn die ik wel zou kopen ongeacht de prijs. De test van de Consumentenbond van erwtensoep heeft een aantal opmerkelijke resultaten. Zo vinden de meeste mensen soep uit blik lekkerder dan soep uit een zak. Bekijk ook onze andere smaaktesten op consumentenbond.nl.